Ja, ja, hier is Verschuren met samen met Remco. Het is weer wedstrijd in de bekercompetitie. Topper. Maar ja, we weten eigenlijk niet hoe Ajax er echt voor staat. Aangezien er weer een speelweekje over is gegaan. Daar nemen we natuurlijk een paar afleveringen op. Dus weet niet wat het weekend gebeurd is. Zo zijn of weg zijn gegaan. Ja, het is een beetje lastig. Het ging echt kut natuurlijk, maar... Schreuder vond het een redelijke loting, zei hij. Dus ik denk van, dat was zeg maar na Twente, of Ajax Twente, zeg kansloos 1-1 speelde, zeg maar. Ja. Was het, we hadden verloren, ik weet niet eens meer. Wat was het? Gelijk, hè, dacht ik. Gelijk, ja. Ik dacht van, ja, op basis waarvan, man. Je bent helemaal weg met de Twente. Hoezo moet je blij zijn met Twente in de beker? Maar ja, dan, ja, het is een competitie op zich, hè. Iedereen, ja. In wedstrijd, alles. Ja, dus ik heb ook weinig aan toevoegen. Wat vind je, denk je, gaat worden? Ja, als ik kijk naar de vorige wedstrijd, zie ik niet waarom AZ nu, of Ajax even makkelijk zou winnen. Ik ga denk toch voor Twente. Ik denk dat na verlenging Ajax gaat winnen met 3-1. Dat was heel stil. Dan 0-0 bij het einde van de wedstrijd? Nee, 1-1. 3-1 naar verlenging. Ja, laat zien. Jongens, hier is de wedstrijd. Een fantastische avond allemaal en welkom bij deze wedstrijd. Waar u ook bent, ter land, ter zee of in de lucht. Ik kan u alvast meedelen dat het een prima weertje is. Ja, ik zei dat Roelie is er opeens bij. Ik heb het gemist. Oké. Nou, dat is hier wel fijn, dan kun je hem gebruiken toch? Dat is wel lekker dat ze tegenwoordig ook een beetje doen. Dat ze gewoon die wissel meteen door. Ja, het zal denk ik wel een major update komen hier natuurlijk na die transferperiode. Ja, maar ik vind eigenlijk dat ze er makkelijk bij werken. Dus ik gewoon elke week even kijken wat de huidige selecties zijn en aankomt. Ja. Oh, waarom gaat hij niet doorlopen? Maar ja, die Zeepert zal hun zelfvertrouwen geen goed hebben gedaan. Dus ik denk dat ze toch een beetje wankel zijn. Hallo. Berg gaan wij doen. Ik weet ik niet. Steven Bergwijn. Op eigen helft de bal veroverd. In de loop gegeven. Ook niet de bedoeling. Wat? Dat is ook niet de bedoeling. Was op doel, was het bedoeld, maar echt. Kopballen heb je ook echt. Net bij die power shot moet je ook echt sturen, heb ik het idee. Maar dan ook echt overdreven sturen. Ja, ziet die man speelt doorgaan zijn moordend hoog tempo. Oh! Ja hoor. Het begint natuurlijk allemaal met een steekpaas die tot in de perfectie wordt uitgevoerd. Juiste richting, juiste snelheid. Precies op de juiste plek. Ja, zo wordt scoren wel een makkie, hè? Gadver. Ik was vergeten dat die Oenes er ook op doel. Dat we nog lastig zat om dan te scoren. Vorige wedstrijd is in de beste keeper. Ik kan me niet voorstellen dat je hem nu weer hebt. Ze bouwen op en zoeken naar het spel toch? Gaat ze naar let hoor, kiele kiele. Davy Klaassen. En weer op Steven Bergwijn. Naar binnen getrokken. Steven Berghuis. Gadver, wat is het om weer traag. Zo. Zo! Ja. Een Wijndal-actie. De thuisploeg kan de bal maar moeilijk in het bezit hebben. Maar ze hebben dat balbezit blijkbaar ook helemaal niet nodig om toch een zegen achter te slepen. Goedkope corner. Ja. De bal wordt voor het doel gebracht. Oh. Er ligt ruimte voor de counter. Ik heb Klaassen. Wow. De verdediging staat nog niet op zijn plek. Hier moet maar even serieus. Ja, het staat er. Waar is iedereen? Ik speel niet aanvallend of zo. Ik... Nee, dat is die cut counter. Of die corner counter is. Jezus. Want iedereen is mee blijkbaar. Oh, je hele verdediging mee. Er zijn niet veel ploegen die dit beheren. Jongen. Kijk eens, blij dat je een keer mee hebt, die corner counter. Tadic. Nou, die kan zo een keer gescoord, hè. Een penaltietje. Ja. Maar ook alweer iets van 12 of 14 en 60 zoiets in de buurt. Ja, dat is op zich
Ja, als je zegt, hij is uit vorm, maar ja, als je toch die cijfers Ajax, nog... Ja, ik snap wel dat ze hem niet zo gauw wisselen. Ik zou hem ook af en toe op de bank willen zien. In ieder geval gewisseld zien worden, maar ja... Als hij nog levert, om een Van Gaal term te gebruiken. Ajax, kijk eens even, die kunnen vrij eenvoudig oprukken over de vleugel. Ja, dan haalt gewoon... Ja, en goed geplaatst ook, hè. Ja, er zat veel finesse in die poging, maar uiteindelijk was de inzet net... Wat? Blijkbaar. Fluit. De eerste helft is daarmee afgelopen. We gaan weer verder. Tweede helft van de wedstrijd. Toch, hè, als je de slechtste Ajax ziet, dan vraag ik me steeds af waarom het allemaal zo slecht draaide allemaal. Want het is echt wel een goede selectie. En dat is einde aanval. De tegenpartij. Zo, power pass is dit. Ja, kom maar in. Er zijn mogelijkheden voor een counter. De verdediging lijkt me nog niet klaar voor de counter. Steven Berghuis. Schot. Hey. Oh nee. Ah, wat is dit voor bullshit, zeg. Gewoon nog een pomp en een open. Klaassen. Hij doet het wel weer. Als hij een belangrijke goal kan maken, dan is hij het. Dat is raar. Ik vind het niet, niet zo in vorm of zo, maar hij maakt wel altijd de goal. Ja. De goal die dan moet. Hij lijkt ook steeds trager te worden of zo. Ja. Ja, dus metalisch, als je blijft leven, ja, dan kun je hem maar beter opstellen. Om iemand die levert op de bank te zetten. Hij zit eigenlijk altijd op de bank. Hij is eigenlijk een invaller. Is het, denk ik. De laatste speelde hij weer, toch? De eerste wedstrijd onder Heitinga was soms weer de basis. Ajax kan de aanval vervolgen. Een succesvolle tackle op eigen helft. Hoe schrok je hem niet? Krijg ook weer een keer een penalty mee, of niet? Wow, dat was een hele slechte bal. Die counter zag er gevaarlijk uit. Maar stand dus. Dus mijn bek weer weg, want die loopt helemaal voorin. Dat is echt realistisch. Zo. Oh! Nee, buitenspel! Ja. Toch buitenspel dan? Dat was echt als Klaas bedoeld. Heel erg weinig. Heb jij een lineaal bij of een geodriehoek? Nou, het was inderdaad millimeterwerk. Goh, wat traag. Waarom moeten we eens aannemen? Oh, maar, oh wat is... Helemaal gek van ons. Kans op een counter. Gevaarlijke steekpas. Door de lucht gegeven is op de radar te zien. Gadver. Het gevaar is voorbij, maar dat was een aardige kans. Hij onderschept die bal. Oh, jongens, zijn die paas zo slecht? Er zijn nog 15 minuten in de reguliere speeltijd. De toeschouwers roepen nu om een schot. Maar het gaat echt niet over training geven. Ik ga er en dat is het rood, hè, scheids. Want dat was doorgebroken. Ik vind het nergens op slaan. Kijk maar hier. Ja, gewoon. Ja, dat is rood. Als het over training is, het rood. Want ik ben doorgebroken. Ja. Jezus. Nee, daar maak je die doelman niet bang mee. Steven Berghuis. Ja. Pak hier een paar, dan is hij er weer terug. Dit had je toch niet voor mogelijk? Dit de juiste. Ik ben klaar. Is het echt bij het spel? Ik ben echt klaar. Dit gaat echt helemaal nergens over. Dit kan echt niet. Dit kan niet gebeuren, dit dan. Dit kan echt niet. Dit is onmogelijk, dit dan. Dit is echt bok. Dit is een prima doelpunt, hoor. Kijk maar eens hoe die voorzet wordt gegeven. Ja, dat is echt onmogelijk. Geweldig. Maar vervolgens wordt die speler stevig aangepakt door de verdediging. Maar vooral, als je zegt ik doe een flash shot, dan kan hij de omhaal doen. Maar ik deed hem niet. Dus hij doet uit zichzelf op zo'n mogelijke positie een omhaal. Dan ga ik wel voor de omhaal. Zo'n bal moet je toch wegwerken. Heel hard over de schoot. Scheelt eigenlijk helemaal niet zoveel.
Dit kan een goal zijn. Gadverweerde teringkruis. Ja. Pak die bal. En nu is het verschil nog maar één doelpunt. Dus in theorie is het nog mogelijk om gelijk te. Je ziet, als de keepers een gameface hebben, lijkt ze ook meer app-animaties te hebben. Er zag ook nog een prima uit. Ja, ik kan er niet bij. Ah. Oh, wat smerig speel jij. Zo'n tijd over. Vuile. Fluit dan ook maar af, teringhufters. Wat die? Ja, hoor. Zo, Tadic. Heeft het toch wel in zijn rug? Hij trok, maar hij is nog wel behoorlijk in vorm hoor, qua dat fysiek gezien. Het gevaar komt dus van de zijkant. Zeker als de voorzet zo perfect op maat is. Nou, wel een heel mooi goal is, hoor. Ja. Ik denk dat ik het best deed, maar ik zat gewoon voor ruimte te zoeken. Hoppa, uitbreken. Jezus. De titel lijkt zo goed als buiten bereik. Het zou mooi zijn als het weer een keer zo'n avond wordt, maar. 30% bal bezit ik. Het zijn wel Ajax-cijfers, zo. Dat was tegen, wat was dat volgens Excelsior? Was het iets van 80... Nee, tegen Volendam. Volendam 18%. Ja, nou, dat was tegen Excelsior ook een beetje zoiets. Dus op de eerste helft zag ik ook zo'n cijfer, iets van 12 om 88 of zo. Het slaat helemaal nergens op, toch ook. Nou. Zijn ze nog 1-1, dus dat zegt ook wel. Ja. Nou. Oké, okay, jongens, dit was hem dan. Ajax door dan. 4-2 voor Ajax. Nou. Ja, het kan altijd natuurlijk. Ik weet het nooit. Blijft Ajax, maar. Blijft Ajax in deze vorm. Dus wees het lek van boven en na deze week. Ja, weet het. Kan mooi zijn. Jongens, like de spelling van achter bij de comments. Like even de video en een hele fijne wedstrijd. Bye bye, later.